Phil Huibrecht is nu tweede. Dan gaan we nu verder met de vijfde starter. Het is Tine Wilhelmsson Silfven. Voor Zweden rijdt zij Benetton Dream, de goedgekeurde dekhengst. Hannoveraner hengst van Brentano. Thank you.
Een hele grote lach op het gezicht van de Zweedse Tine Wilhelmsson Silfven. Hier op haar Benetton Dream, de goedgekeurde Harvarder hengst. En ja, een terechte lach denk ik, want het was een hele mooie kuur. Zeker ook revanche genomen ten opzichte van gisteren, waarin het allemaal niet zo vloeiend wilde lukken. Ze kwam nog op 78% uit. Tine is natuurlijk een absolute vakvrouw. En dat liet ze hier vandaag ook zien. Een hele gelikte kuur. Echt prachtig in de muziek. Mooie overhangen gereden. Er zat wel een kleine storing in die eerste pirouette naar rechts. Die heeft ze later nog wel een keer overgedaan. Daar raakte deze Benetton Dream even zijn balans kwijt. Maar verder, ja, heel knap gereden. Mooie verruimingen. Zou misschien in de Piaffes nog wat actiever van achter kunnen doortreden. Gaat erin nog een klein beetje wijd. Nederland op 1 en 2. Maar de ervaring van Tine straalt er aan alle kanten vanaf. Op een tweede plaats voorlopig Jill Huibrechts met Samantha Ozet. En hier een hele mooie verende passage zien wij nog. En hier de Piaf, daar nog wat kleine balansstoringen af en toe. Paard doet van achteruit eigenlijk heel veel. En soms zoveel dat hij het bijna aan de voorkant nog niet verwerken kan. Met zijn 12 jaar natuurlijk ook nog relatief jong op Grand Prix niveau. En Tine was in elk geval heel blij met haar proef hier vandaag. We gaan nu dus afwachten wat haar score wordt. Uit Australië. We gaan naar de volgende. De wisselserie in Australië. Lindo Oakley. Sandro Boy. Oldenburger. Oldenburger Ruin, geboren in 2001, 15 jaar van hengst. 71,925 de score geworden van Tine Wilhelmsson Silfven. 71,925. En daarmee neemt ze de leiding nu over van Stefanie de Vrel en Zanjo. Er zaten natuurlijk nog wat kleine oneffenheden in, maar zeker mooie scoren dus van.